ATV brengt u deze week een serie in verband met 159 jaar Kitty Kotti, morgen 1 juli. Bij de viering van Ma's Passie is de kleding een belangrijk onderdeel. En dus brachten wij een bezoek aan het Kotto Museum. Sifra Goudland maakte voor u het volgende verslag. Kijkers, op de vooravond van Kitty Kotti, vandaag 30 juni, gaan wij een gesprek hebben in verband met onze Kitty Kotti serie met mevrouw Christine van Russel-Henaar. En we staan in het depot van het Kotto Museum. Doordat soms moet je ook weten waar de kottes vandaan komen af voor ze in het Kotto Museum terechtkomen. Mevrouw van Russel, we staan in uw depot. Mensen zullen zich afvragen, wat is een depot? Misschien kunt u dat een beetje uitleggen waar we op bezoek zijn gekomen bij u. Ja, dus het depot wil zeggen dat ik hier eigenlijk alle kottes heb, maar niet alleen kottes, alle materiaal die nodig zijn voor het Kotto Museum. Maar ook voor het onderzoek dat ik doe en voor de vastlegging. Dus in het depot heb ik eigenlijk ook de alleroudste kottes die nog niet in het museum geweest zijn, omdat ze nog geconserveerd moeten worden. En dat zijn kottes die eigenlijk vanuit 1888. En hier heb ik echt de hele, hele oude die goed bewaard kunnen worden in het depot. Het is gekoeld. Weet je, het doet eigenlijk voldoet aan alle normen die het nodig heeft voor een textieldepot, om het zo te zeggen. En in dit geval voor de kottes. Van Russel-Henaar is het niet helemaal eens met de stelling dat de traditionele kledingstijl van de stadskriolen aan het vervagen is. Ook de oudere generatie kan een beetje meegaan met de tijd, meent zij. Ik denk dat er een hele nieuwe ontwikkeling ook gaande is. Als we kijken naar de kotto toen, weet je, de authentieke kotto, dan zien we dat daar elementen uitgehaald worden en dat er moderne dingen gemaakt worden. Dat is één, dat is die kotto. Maar als ik ook kijk naar de kimono, weet je, de kimono die vroeger niet echt zichtbaar was, het was meer een huisdress, in ossocrocie. Dan zien we dat die kimono een hele ontwikkeling heeft. Mij gunst van one shoulder tot, weet je, noem het maar. En ook tussen die kotto en die kimono zie je ook een heleboel wat ze vandaag aan de dag noemen culturele drachten, culturele kledendrachten. En daar zie je een hele mooie speling van kotto, modern, supermodern, naar, weet je, ook binnen de gewone jurken die men vroeger droeg met rikraak en zo. Zie je ook een hele ontwikkeling. Ik denk niet dat het erop achteruit gaat. Ik denk dat morgen, weet je, de 1 juli dag zelf, dat mensen er misschien meer behoefte aan hebben om op die dag. Van Russel-Henaar is blij met de positieve kant van social media. Zo kunnen de iets ouderen zelf zien wat de jongeren doen met de klederdrachten in deze tijd. Met de viering van 160 jaar afschaffing van de slavernij zou het misschien een mooi idee zijn om weer eens een kotto show te houden. Dat je zoveel mooie kotto's ziet, hè, van verschillende ontwerpers, hoor, zowel mannen als vrouwen. En ik denk inderdaad, weet je, kijk dat ding van, dus zoals ik kotto shows gaf, mijn moeder kotto shows gaf, en Urwintje gaf ook weer kotto shows, zijn nog meerdere mensen. Dat, ik wil niet zeggen dat het tot het verleden is gaan behoren, absoluut niet, want het moet komen. Mensen willen ook, want als ze mij zien, dan zeggen ze, wanneer weer een korte show. Toch? Omdat dat hele mooie dingen waren die je kon zien. En ik denk dat dat inderdaad moet komen, maar de tijd moet zich er ook voor lenen. Weet je, omdat je vandaag aan de dag, als je een korte show geeft, je moet een zaal huren, je moet een aantal dingen doen. Het kost allemaal veel geld en ik denk, kijk, elke tijd is duur geweest, hoor. Laten we eerlijk zijn, deze tijd is ook duur. Maar als je iets wil, kun je het doen. Dus ik hoop van ganser harte dat zoals wij met de velen hebben afgesproken, laten we naar volgend jaar gaan om eigenlijk het grote jaar Akriboi Granjari eigenlijk te gaan inluiden met een hele grote kotto show. Het hoeft misschien niet op één dag, maar dat je dus meerdere hebt, weet je, in het jaar. Het gaat komen. De directeur-eigenaar van het Kotto Museum heeft daarom ook een gepaste oddo die zij met de samenleving wil delen. Ik ga gewoon deze zeggen, omdat ik denk dat het heel hard nodig is. Wan pasinsi uma na wan gudu uma. Ay pichi bromchi petrawang is pichi sosomaka. Laten we dat gaan doen. A pasinsi hebben met onszelf, met je naaste, met je medemens en vooral met Suriname.